Welkom bij jouw tweelingzielen reading. Ik ben Daily Coffee, coach en intuitive reader. En ik ga weer kijken naar wat er speelt tussen jou en je tweelingziel. Waarbij ik afrond natuurlijk met de 10 posities. En dan kijk ik ook weer naar de huidige situatie. Hoe hij of zij zich voelt ten opzichte van jou. Nou ja, wat hij wil met de connectie, et cetera, et cetera. Ik hoop uiteraard dat het goed met je gaat. En dat deze reading met je resoneert. Want alles wat ik hier doe is allemaal heel algemeen. En het is ook voor het collectief. Dus als deze reading met je resoneert, geef het ook een like. Dat waardeer ik enorm. Daarnaast, als je iets hierover wilt delen, laat ook een comment achter onder deze video. Hartelijk dank aan al mijn abonnees. En iedereen die dit kanaal steunt. Door middels van een jullie comments, lieve berichtjes of iedereen die een donatie doet. Via de PayPal link onder deze reading. Heb je geen PayPal, maar wil je graag wel een donatie doen. Dan staat onder de PayPal link, ook weer onder deze video, staat hoe je dat dan alsnog kunt doen. Verder, als je bij mij een reading wilt boeken, staat ook alle informatie staat onder deze video. Dus dan is het wel belangrijk dat je even op het pijltje drukt, of naar beneden. Als het goed is, zie je een pijltje en dan kan je daarop klikken en dan zie je een heel mooi berichtenvak met alle informatie over mij en over deze reading. Op dit moment ben ik bezig een hele mooie tweelingzielen community aan het opbouwen op Facebook. Als je daarvoor ook wilt worden aangemeld, je wilt meedoen met de tweelingzielen community. Alle informatie vind je ook onder deze video. Dan is het wel van belang dat je je inderdaad aanmeldt. En vervolgens wel ook nog via Facebook ook nog een keer je aanmelding voltooien. Ja, verder nogmaals dank aan iedereen die mijn channel steunt. Als je nog niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube kanaal. En ook hartelijk dank aan iedereen die bij mij een reading heeft geboekt. Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar al deze dagen waren de energieën heel heftig. Dus als je ook last hebt van ascensiesymptomen, dat betekent dat we naar een hoger niveau gaan. Dus Gaia gaat naar een hogere trilling, wij gaan naar een hogere trilling. We gaan ook over van de zomer naar de herfst. Dus als je last hebt van bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, je bent suf, duf, moe, slaperig of je kan juist niet slapen. Kortom, ik kan een heleboel klachten opnoemen, maar mocht je last hebben van die klachten, wees lief voor jezelf. Oké, laten we gaan kijken. Ik praat heel vaak over hij natuurlijk, maar het kan ook om een vrouw gaan. En wees vrij om de rollen om te draaien als je zoiets hebt van, nou ja, wat Delen nu vertelt heeft meer betrekking op mijzelf dan op mijn tweelingziel. Ik had een paar kaarten getrokken, dat doe ik altijd van tevoren om te kijken van wat is er in de energie, wat mag ik meegeven. En ik was heel erg blij verrast. De eerste kaart die hier uitkwam of uit is gekomen is Lost Lands. Ik hoop dat je het goed kan zien. En Lost Lands gaat over Soul Memories Gift, You've Done This Before. En dat komt op mij over alsof je wederhelft, je tweelingziel dus, die is zich aan het herinneren. Die is zich aan het, niet alleen maar met zijn gedachten, maar vooral energetisch is die aan het herkennen en erkennen wat jullie in principe zijn. Sommige mensen die kunnen daar nog geen woorden aan geven, hè, want die zijn nog niet zo ver in hun ontwikkeling. En dan heb ik het niet over hun persoonlijke ontwikkeling of professionele ontwikkeling. Maar meer van de ontwikkeling als ziel en meer van de ontwikkeling van 3D naar 4D of 5D. Dus als je tweelingziel nog heel erg in de 3D-gedachten zit, in de 3D-bewustzijn. Wat voornamelijk gaat over macht. Wat gaat over het materiële. Dus dat hij of zij zijn eigen waarde ontleent aan het hoeveel hij heeft. Bijvoorbeeld of zijn zelfbeeld daar heel erg van afhankelijk is. Maar ook met heel veel angsten te maken heeft. Moeilijk vindt om zich te verbinden met de spirituele. Moeilijk vindt om in overgave te gaan. Moeilijk, hè, maar dus echt van het controle in het leven staat. Moeilijk vindt om zich te verbinden met een grotere macht dan hij of zij zelf. Ergens voelt je tweelingziel dat er toch wel een soort van diepe connectie is tussen jou en hem. En, of haar. En
wordt het eigenlijk steeds duidelijker voor jouw tweelingziel van wie jij nou werkelijk bent. En de soul memories en gifts, dat is de lost lands, de verloren ja, landen, gebieden. Dus hij begint het zich weer te herinneren. En ik heb echt het gevoel dat het met name te maken heeft dat hij zich energetisch begint te herinneren met, ik weet niet of het bestaat, maar hij begint zich energetisch te herinneren. En hoe doe je dat dan, hè? Dus dat moest ik dan even onder woorden brengen voor mezelf. Wat ik me dan voorstel is dat er in zijn energie patronen zijn die hem gevoelsmatig laten weten wie jij bent. Oké, misschien klinkt het een beetje vaag, maar ik hoop dat je me kan begrijpen. Dus dan is het niet eens een weten met denken, maar het is een weten van echt van innerlijk weten. Dus zijn inner knowing wordt getriggerd zodra hij aan jou denkt, of als hij in jouw aanwezigheid is, of hij krijgt gevoelsmatig dus dingen door. Maar hoe het dan binnenkomt, dus tot hem komt, is eigenlijk via het hart en niet via het hoofd. Dus energetisch, de energetische patronen die jullie twee verbinden, ja, dat begint hij steeds meer op te merken en steeds meer in te zien, maar ook steeds meer te ervaren. Zonder dat hij er misschien bewust op dit moment echt een naam aan kan geven of betekenis aan kan geven. Zijn ziel herkent jou. Steeds meer en steeds meer. En natuurlijk herkent zijn ziel jou, want dat wist hij al vanaf dag 1. Alleen, wat ik probeer te zeggen is, die herkenning en erkenning wordt nu een vertaalslag naar gemaakt naar zijn bewuste. Dus hij gaat van onbewust naar bewust. En een aantal van de tweelingzielen zitten al in deze fase. En ik heb ook het gevoel dat een grote groep echt ook in de weerstand gaat, want dit betekent nogal wat. Dit betekent dat jouw tweelingziel, ja, dat jasje hem uit mag doen, de verdedigingsmechanisme uit mag doen, maar ook tot de conclusie komt van, god, er bestaat veel meer in het leven dan alleen maar het aardse, wat natuurlijk ook best wel scary kan zijn, want dit is ook controle loslaten. De baby steps, wauw. Volgens mij had ik het laatst ook in mijn reading erover, toch? Dat we rustig aan doen, stap voor stap. De baby step, action, follow your intuition before it makes sense. En dat is dus dat proces wat ik probeer te omschrijven. Follow your intuition before it makes sense. Dus hij voelt aan alles wie jij bent, wat jullie connectie betekent. En nu is zijn denken daar een verhaal van aan het maken. En op de momenten dat zijn denken er iets anders van wil maken dan wat zijn gevoel hem ingeeft, ja, dan krijgt hij een soort van kortsluiting van binnen. Niet letterlijk, maar dat veroorzaakt weerstand, hè. Je moet je voorstellen, het zijn net twee van die ja, stenen die tegen elkaar aan ketsen als het ware. Dus en dan krijg je zo'n, hè, dan krijg je vuurtje als het ware. En dat is dus wat innerlijk bij hem gebeurt. Voor een aantal van je tweelingzielen is het gewoon een prettige ervaring. Want het vuurtje wat dan, de kortsluiting wat dan plaatsvindt, is dan echt die magnetic feeling wat ze in hun voelen van wow, she's the one of hij is the one. En op andere momenten is het toch wel de chemie, maar niet op een prettige manier. Het is meer van dat zijn ego in conflict is met zijn ziel. En dat kan zeer doen namelijk. Want je ego, die zegt van je hebt pijn. Je voelt pijn door iets of van iets. Terwijl je ziel, voor je ziel is er helemaal geen dualiteit. Is er helemaal geen afgescheidenheid. Is alles gewoon één. En ja, hij is nu baby steps aan het nemen. Hè? Dus het gaat ook echt in kleine stappen, waardoor er een beroep wordt gedaan op jouw geduld. Aan de andere kant is dit ook, hè, gelden deze kaarten ook voor jou, dat het belangrijk is voor jou dat je je steeds meer mag gaan herinneren. Waarschijnlijk is het niet je eerste keer hier op aarde, als het wel je eerste keer is als ziel. Oké, prima, maar dan nog, jullie kennen elkaar al. Jullie hebben dit al met elkaar meegemaakt in allerlei scenario's in vorige levens. En het spel dat jullie nu spelen is het spel wat jullie in een vorige leven dan of niet voldoende hebben kunnen afronden. Of jullie hebben afgesproken om het in dit leven nog een keer te beleven. En er wordt ook aan jou gevraagd om je veel meer te gaan herinneren wie je nou werkelijk bent.
En je niet te laten verleiden door alle 3D gebeuren, dus alle lage energieën die ervoor zorgen dat je ja, bepaalde dingen ervaart of bepaalde denkbeelden over jezelf hebt, dat je niet goed genoeg bent, et cetera, et cetera. Maar dat je dat los kunt laten en dat je ook verder kunt gaan en dat je eigenlijk mag gaan investeren in ja, hoe je nog meer kunt leven vanuit hart en ziel, hoe je nog meer die verbinding kunt maken met jezelf en in contact zijn met jezelf. Ook jij wordt uitgenodigd om gewoon kleine stappen te nemen. Je hoeft niet heel hard te gaan, je hoeft niet heel snel te gaan. Dat is ook weer iets van de ego. Ego wil bewijs hebben. Ego wil zien dat het echt ook is. Dat het waar is allemaal. Hè? Want jouw ego laat jou denken ook heel vaak dat deze connectie gewoon ja, een fabeltje is of iets. Nee, luister naar je intuïtie en ook jij. Volg je hart, volg je eigen pad. Dus The Lost Lands. Jullie mogen jullie gaan herinneren wie jullie zijn. Wat mooi eigenlijk, hè? Heel mooi vind ik dat. Nou, daarna kwamen twee hele mooie kaarten. Fall into my arms. Ja? Surrender. Holding the opposites. Extremes of life. Nou, dat is echt surrendering. En hier ook weer surrender to the sweetness. En ik denk dat dat voor jullie beiden geldt, maar vooral ook voor jouw wederhelft. Ik denk dat zij nog nooit eerder zoiets hebben meegemaakt, zoiets hebben gevoeld in hun leven. Jij trouwens ook niet hoor. Maar ik denk dat jij daar iets makkelijker mee omgaat, omdat jij deze connectie graag wilt. En zij mogen echt leren om in overgave te gaan en dit te gaan mogen ontvangen. Het is altijd zo typisch hè, dat ik me richt tot de vrouwelijke energie, want meestal is het de vrouwelijke energie of de persoon met de meest overheersende vrouwelijke energie die hier naar kijkt. Maar eigenlijk zijn wij heel mannelijk bezig, want wij zijn aan het jagen, aan het pushen, aan het regelen, aan het organiseren, aan het doen, aan het aanpakken. En de divine masculine, dus zij of hij met de meest overheersende mannen. En mannelijke energieën, die trekken zich terug. Die doen hele vrouwelijke dingen eigenlijk. Die trekken zich terug, willen erover nadenken, willen reflecteren, willen een pauze nemen. Willen eigenlijk soms helemaal niet deze connectie aangaan. En die hè, is echt naar binnen keren, dat is echt iets heel vrouwelijks. Als ik uit kijk naar de energie, is dat echt de yin-energie. En overgave is ook echt yin, is echt vrouwelijke energie. En zij mogen echt veel meer leren om toe te staan, toe te laten, is ook een hele vrouwelijke energie. En aan de andere kant mogen wij dus leren van ook om in de overgave te gaan en het te laten zijn zoals het is. Dat vinden wij ook heel moeilijk. Zij mogen accepteren dat de liefde echt is, dat jij ook echt die liefde voor hun hebt. En dat het onvoorwaardelijk is. En dat ze eigenlijk daar niks voor hoeven te doen. Behalve eerlijk oprecht in de connectie te staan. En het te delen met jou. Hè, want volgens mij meer vraag je niet. Je vraagt niet om een Porsche te kopen. Je vraagt niet om direct het huwelijk in te treden. Je vraagt alleen maar dat er een wederkerig iets is. Dat er evenveel liefde dat jij erin stopt. Dat je dat weer terugkrijgt van de ander. Omdat jullie beiden dat voelen. Maar je wederhelft, die heeft dat tot nu toe nog niet voldoende kunnen doen. Om wat voor reden dan ook. En aan de andere kant hebben jullie ook gewoon te maken met of jijzelf of je tweelingziel. Die weet gewoon echt niet hoe dat moet. Omdat hun zijn dat niet gewend. Hun hebben nog niet zoveel aan zichzelf gewerkt. Ze hebben vaak in destructieve relaties gezeten. Of ze hebben een destructieve relatie. Of jij met een van de ouders of met beide ouders. Dus voor hun is liefde ontvangen echt heel moeilijk. Wat waarschijnlijk ook voor jou geldt. Dus jullie hebben beide wat te leren als het gaat om overgave. En fall into my arms. Ik denk dat het ook een hele grote verlangen is van jullie beiden. Dat jullie elkaar weer kunnen vasthouden. En surrender to the sweetness is voor jullie beiden. Hoe kan je ervoor zorgen dat je kunt overgeven aan de mooiheid, aan de liefde? In overgave gaan in liefde. Dat is voor jullie beiden is dat gewoon heel lastig. En vooral bij je wederhelft heb ik het gevoel dat dat helemaal een ding is. Omdat hij dat misschien niet gewend is.
Dus jullie hebben allebei een les te leren als het gaat om overgave, in overgave gaan. En de liefde met elkaar delen. Ervoor zorgen dat jullie allebei evenveel aan elkaar kunnen geven. Dat is het. Goed, de boodschappen, deze die bewaar ik even tot het eind. En even zien, wat ik wel alvast wil meegeven, is deze kaart, transformatie. Dat is ook wat ik voel. Er vindt nu een hele grote transformatie plaats in jullie beiden. Hij of zij, je tweelingziel, is zich echt wel aan het herinneren van, en dan echt energetisch en gevoelsmatig, wie jij bent. Dus niet zozeer met het hoofd, maar hij voelt het echt in het hart. Dus zijn intuïtie is ook veel sterker geworden. Het gaat zich veel sneller ontwikkelen. Alleen ja, de vraag is wel van, wat gaat hij doen? Durft hij te kiezen voor zichzelf? Durft hij te kiezen voor de transformatie? Durft hij te kiezen voor de connectie en in overgave te gaan? Want dat betekent nogal wat. Voor de meeste van de tweelingzielen betekent dat op een andere manier in het leven staan. Afscheid nemen van toch wel bepaalde overtuigingen. Maar ook misschien mensen in de omgeving teleurstellen. Want als er dus zaken zijn, wat meestal het geval is, hè, in de tweelingzielen connectie. Wat eigenlijk de connectie een beetje, ja, dwarsboomt als het ware. Dan moet iemand van goede huizen komen om vaarwel te zeggen tegen die zaken die alleen maar jullie connectie belemmeren. En dat betekent ook vaak incasseren en maar ook inleveren en mensen teleurstellen. Je kan niet iedereen tevreden houden dan. De vraag is, gaan ze dat doen? Durven ze dat te doen? Dat is de vraag. Weet dat jullie connectie is divinely guided, met andere woorden, engelen waken over jullie. En vraag ook om tekenen van de engelen, als je merkt dat je het moeilijk hebt in de connectie, of wanneer je merkt dat je tweelingziel aan het wikken en wegen is, met één been erin, één been eruit, dat hij nog niet de stap durft te nemen. Vraag aan de engelen wat je kan doen. Ik weet niet of ik het wel eens heb verteld, maar wat je ook zou kunnen doen is bijvoorbeeld in meditatie telepathisch contact zoeken met je tweelingziel. Of met de hogere zelf van je tweelingziel. En dan vraag je aan de hogere zelf van jouw tweelingziel of je roept zijn beschermengel aan. Dat maakt niet uit, de persoon of in ieder geval de entiteit met wie die het meest communiceert. En dan vraag je om een boodschap te leveren aan je tweelingziel. En desnoods vraag je ook om jullie te helpen in de connectie. Zodat hij of zij wel. Even kijken, volgens mij heb ik alles omgekeerd. Ja. Zodat hij of zij wat makkelijker en sneller een beslissing kan nemen. En er ook voor durft te gaan. If that makes sense. Oké, laat me even een... The Wheel en The Fool. Wauw, ik voel gewoon dat ik die twee moet nemen. En de Seven of Pentacles. Progress is onderkant dek. Wauwie. Gaan we zo eventjes naar kijken. Ja, ik merk echt voor een grote groep van ons, een heleboel van jullie, gaat er gewoon iets anders zijn in de connectie. We gaan natuurlijk ook naar kijk eens, de Ace of Swords en de Eight of Pentacles. Er gaat gewoon iets veranderen in de connectie. Dat zie je gewoon in de kaarten. De kaarten zijn heel positief. Had ik niet helemaal verwacht. Dus ik hoop echt wel dat de 10 posities ook positief gaat zijn. Even die kaarten zo vouwen. Die staan heel snel bol. Maar goed, nogmaals. Het zijn baby steps die je mag nemen. Volgens mij heb ik dat laatst ook in een van de tweelingzielen check-up video's gezegd. Kleine stapjes. Niet te veel willen forceren. Kijk, de Hermit. Want het is naar binnen keren en om advies vragen bij jezelf. Hè? Dus ook met de contact met de engelen, maar ook je eigen wijsheid. En dat wordt ook gevraagd aan je tweelingziel. Dat hij veel meer op zijn eigen wijsheid mag gaan vertrouwen. In plaats van constant luisteren naar de omgeving. En doen wat eigenlijk, dat is ook heel 3D, hè. Doen wat, kijk eens aan. De Six of Cups, hij denkt aan jou. En hij houdt je waarschijnlijk goed in de gaten. Maar dat is ook 3D, hè? Doen wat verwacht wordt van jou. Oeh, met de Ace of Cups. Oh my god, ik heb er zin in. Oké, dus dat is ook heel 3D, hè? Alleen maar doen wat er van je verwacht wordt, zodat je
past bij de regels, hè, het spelregels van de maatschappij. Terwijl ja, als je dus je eigen pad zou volgen, dan zou er gewoon. Of dan zou je misschien hele andere dingen doen dan nu het geval is. Ik weet niet wat ik heb. Ik voel me heel apart nu thuis het schudden. Schudden gaat ook niet helemaal lekker. Oh my god. En de lovers kaart met de empress kaart. Oh, that's you, darling. En dat is de. Oh my god. Ik voel heel veel energie. Ik kan niet eens meer schudden, joh. Ik weet niet wat dat is. Dus ik hoop dat we een positieve reading hebben, oké? Okay? Goed, wat mogen we meegeven aan de tweelingzielen in deze connectie? Wat dient hun hoogste welzijn? Wat mogen we nog meegeven? Oh, ik voel heel veel energie. Echt heel veel energie. Hele rare energie voel ik. Hele aparte energie. Ik kan het niet omschrijven, helaas. Het gaat door mijn hele lichaam heen. En een nieuw begin met de vijf van bekers. Oké. Oh, nee. Wauw, die wilde er gewoon uit. Met de Nine of Cups, een nieuw aanbod. Ja, voor een aantal van ons gaan er gewoon hele leuke dingen gebeuren deze komende maanden. We gaan een beetje richting eind van de maand, of eind van de maand, eind van het jaar. 2020 is sowieso een heel bijzonder jaar. Ik moet nog twee keer schudden, krijg ik door. Dus ik denk wel dat we toegaan naar wat meer saamhorigheid en wat meer toegeven aan, ja, aan je hart. Als je het nog niet hebt gedaan, meld je aan voor de Tweelingzielen Community. De eerstvolgende masterclass die ik ga geven gaat over 3D, 4D en 5D. En wat dat betekent voor jouw connectie en hoe je daar wat meer bewustwording op kunt ontwikkelen. Dat is de eerstvolgende masterclass. Ik laat jullie nog weten. Nee, de link staat hieronder. Ik laat je niet weten. De link staat hieronder voor de aanmelding. Ik voel me een beetje vaag, dus ik ga me even proberen te focussen. Hele gekke energie. Oké, laten we gaan kijken. Wat is de huidige situatie? Ik ga dus weer kijken naar de 10 posities. De huidige situatie. Hoe hij of zij denkt over jou. Voelt wat hij wil met de connectie. Wat hem tegenhoudt. Wat je niet mag weten. Waar hij bang voor is. Grootste verlangen. Uitkomst met de huidige energie. Dus wat is de huidige situatie op dit moment? Nou, wat mogen we te weten komen? En wat het hoogste welzijn dient van tweelingzielen. En hopelijk dat het met je resoneert. En als het met je resoneert, geef deze video een like. Wat mogen te weten komen over de huidige situatie? Wat speelt er op dit moment in de connectie van het collectief? Temperance. Oké. Okay. Kan de kaart zijn van rustig aandoen, van helen, van balans? We gaan verder kijken. Dus de huidige situatie is Temperance. Onderkant dek is de Hierophant. Oeh. Kan te maken hebben met naar een next level gaan. Hè? Dus dit is de kaart van verbintenissen, de commitment, de kaart van dat zaken toch serieuzer gaan worden. Met de Knight of Cups en de Star en de Lovers. Oh my god. Met de Six of Wands en de Four of Pentacles. Dan stop ik. Ja. En daaronder ligt ook van alles. Dan stop ik. Goed. De huidige energie van dit moment is de Hierophant. Dus jullie relatie, want daarnaast ligt de Knight of Cups. Dus jullie connectie. Hij wil naar een ja, toch wel een wat serieuzere. Ja, dat zijn de gouden kaarten. Die zie je alleen. Ja, nu zo zie je het goed. Hij, kan ook zij zijn, wil toch wel iets serieuzer met jou. Dat is in ieder geval de huidige energie van dit moment. Waarschijnlijk denken ze daarover na. Of gaan jullie nog met elkaar hierover in gesprek? Want dit is de Knight of Cups. Dus ze gaan jou hun liefde aanbieden. Dit is een nieuw begin. Een nieuw begin. En de Hierophant heeft te maken met toch wel het iets traditioneler. Dus dit is ook de kaart van huwelijk. Dus voor sommigen van jullie, het zou best kunnen dat jullie gaan trouwen. Of dat jouw tweelingziel graag ziet dat jullie op een toch wel wat andere manier met elkaar omgaan. Dus veel meer vanuit het traditioneel oogpunt gezien. Dus echt wel wat meer in een relatievorm met elkaar omgaan. Daaronder ligt de ster, want dit is gewoon dan denk ik voor jou een wens in vervulling, maar ook voor je tweelingziel. Oké, okay, ik zet het even hier neer. Kijk, en daar heb je weer de lovers kaart die ik net zag. Kan gaan dus om een keuze of het kan gaan dus om jullie connectie. En de Six of Wands is een overwinning, is succesvol. En dit is vasthouden aan. Dus ik denk dat doordat jullie beide hebben, he, doordat jullie beide hebben vastgehouden aan de connectie, doordat jullie beide, ja,
De een misschien meer dan de ander, maar hebben geïnvesteerd in de connectie. Kunnen jullie nu naar de next level gaan met elkaar? Of althans, dat is de wens. Dat is een groot verlangen die er ligt om naar de next level te gaan met elkaar. Wat een mooie kaarten, zeg. Oh my god, ik hoop alleen niet dat het hier. Ik heb er hele rare gevoelens bij. Oké, hoe voelt hij zich ten opzichte van jou? Kijk, dat bedoel ik. De devil. De devil hoeft niet eens negatief te zijn. Het kan best zijn dat iemand heel erg obsessief is. Nee, dit is ook echt obsessief. Dus dat hij constant met jou bezig is, constant aan jou aan het denken is. Okay? Hoe denkt hij over jou en de situatie? Is de Seven van Pentacles. De Seven van Pentacles. Hij is alles aan het overzien, overdenken. Wat ga ik nu doen? Wat wil ik? Maar in zijn gevoelswereld is hij heel. Hij is gewoon geobsedeerd door jou. Ik zeg hij, maar het kan ook zij zijn. En daarnaast is het ook natuurlijk de seksuele aantrekkingskracht wat er speelt tussen jullie. Dat die gewoon heel heftig is at the moment. Oké, wat wilt je met de connectie? Wauw, de King of Cups. He wants to offer his cup. Wat ik heel mooi vind, is dit is natuurlijk de Knight of Cups. Het is een klein nieuw begin. Maar wat hij wilt met de connectie, daar is hij geen knight meer. Hè? Dus het is geen ridder meer. Het is een koning. Dus hij heeft echt wel oprechte bedoelingen met jou. Het is ook vanuit een volwassen manier, een volwassen relatie hebben. Dat is wat hij wil. Oké? Okay? Dus niet meer vanuit de knight, maar echt vanuit de king. Ik doe eventjes deze wat. Oh, wat meer omhoog. Dan hebben we wat meer ruimte. Dan kunnen jullie de kaarten beter zien. Yes. Doe ik deze ook even hier weg. Dus dat is wat hij wil met de connectie. Oké. Okay. Nee, ik ook weg. Okay. Wat houdt hem tegen? De Three of Cups. Uh-oh. De Three of Cups kan letterlijk zijn dat hij ja, te veel aan het feesten is, te veel afleiding heeft, of dat hij in een relatie zit. Dat kan natuurlijk ook. Of het kan zijn familie en vrienden. We gaan straks even kijken. Wat mag jij niet weten? The Seven of Wands. Oeh, hij is een beetje defensief, of hij beschermt iets of iemand. Gaan we straks naar kijken. Waar is hij bang voor? Och, de Ace of Cups. Zie je wel? Dat is een beetje wat ik voelde. Hij is gewoon bang. Hij wil graag jou zijn liefde aanbieden. Maar hij is bang voor commitment. Voor liefde. Voor echt. Nou, ik weet niet. Commitment ligt hier. Ik denk niet zozeer dat commitment is niet het juiste woord. Hij is bang om. Kijk, dat is het. Waar is de kaart? Waar is de kaart? Fall into my arms. Surrender to sweetness. Hij is gewoon liefdesbang. Volgens mij is dat toch een titel van een boek. Van hoe heet ze? Kupper? Eende vrouw Kupper? Hebben we Kupper? Dit is dus bindingsangst. Ik heb het boek trouwens nooit gelezen hoor. Wat is zijn grootste verlangen? The Queen of Swords. Oh my god. The Cut the Crap card. En ik denk ook dat dat ook echt een groot verlangen is. Dat hij gewoon afscheid wil nemen van alles wat jullie connectie in de weg staat. En alles en iedereen in. Ja, de beperkende overtuigingen en everything. En wat is de uitkomst? Wauw, de King of Pentacles. Oh my god. Hij gaat van de King of Cups naar de King of Pentacles. Dus hier gaat het over zijn gevoelsleven, zijn emoties. En dit gaat over, ja, stabiliteit. Welvaart ook. Maar vooral stabiliteit. Nou, ik durf bijna de kaart niet eens te leggen meer. Ik voel me heel raar nog steeds. Dus ik weet niet wat het. Wat dit heeft te betekenen. De ster weer ligt hier. Er is echt op dit moment voor iemand of voor een aantal van jullie gaat er een wens in vervulling. Een hele grote wens in vervulling. Dat is wat er gebeurt. Let wel op illusies. Hè? Maar er gaat een hele. Ja, er gaat echt wel een wens in vervulling gaan. En daarnaast ligt de Wheel and the Fool. Dus daar gaan we zo meteen even naar kijken naar wat het is. Oké, laten we even gaan kijken naar de kaarten. Ik ga even de kaarten to clarify the cards. Hè. Dus ik ga ze verduidelijken. Ik ga ze even bekijken allemaal. In de huidige energie van dit moment ligt een grote wens bij jullie beiden om deze connectie naar de next level te gaan brengen. Dus wat serieuzer naar elkaar toe te zijn. En meer vanuit de traditionele zin. En traditioneel gezien is er altijd één man. Hé, hey, heb je hem weer? Kijk, de bekers van koning. Hetzelfde kaart hier. Is er altijd gewoon één man en één vrouw in het spel. Dus niet meer dan twee personen. Oké? Daarnaast is het ook gewoon, hè, dat de man zorgt en of dat de man.
die zorgt voor de pentakels en de vrouw die, ja, die zorgt, die kookt en die wast. Dat is dus ook heel traditioneel. Maar goed, het gaat even om de traditionele verdeling ook, wat mij betreft, van de mannelijke en de vrouwelijke energie. En dat dat gewoon wat meer in balans moet komen tussen jullie twee. Dat zegt deze kaart ook, dat is ook wat ik heel sterk voel. Dus hij mag veel meer in zijn mannelijke kracht gaan zitten. En jij mag veel meer in je feminine kracht gaan zitten. Dus jij mag veel meer gaan ontvangen, hij mag veel meer gaan geven. En actie ondernemen, hè? Dat is het belangrijkste. Dus actie ondernemen. Niet dat jij alleen maar actie onderneemt en dat jij contact opneemt. Of dat jij steeds het gesprek aangaat, dingen moet gaan oppakken. Om vooral investeren om ja, toch de relatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Nee, er mag even een beter balans zijn in geven en nemen. En dat mannelijke en vrouwelijke energie wat meer in harmonie is. Dat is denk ik ook die kaart van de Hierophant. Oké, we gaan eens even kijken naar waarom Temperance hier ligt. Temperance kan gaan om heling. Temperance kan gaan om balans. Twee. Oké, dit is de koningin van bekers met de vijf van pentakels. En onderkant dek is de Empress. Dat ben jij. Wauw. Goed, ik heb heel sterk het gevoel dat voor een aantal van jullie divine masculine of jullie wederhelft, die komt uit een relatie waar die echt van mag helen. Misschien is die letterlijk echt kaal geplukt, wil ik bijna zeggen, want ik zie haar hier naakt staan. Nee hoor. Ik denk dat die relatie waar hij net uitkomt, of hij zit er nog in, die heeft zoveel impact gehad op zijn eigen waarde, zoveel impact gehad op hoe hij zich voelt, op zijn mannelijkheid, dat hij enorm is aangetast, dat hij hiervan mag gaan herstellen, omdat hij te maken had met een heel manipulatief persoon. Als dat niet zo is, hè, als dat niet de scenario is waar jij in je tweelingziel in zit, dan kan het te maken hebben met dat de huidige situatie op dit moment, dat je tweelingziel echt mag gaan helen. Alle teleurstellingen die hij mag gaan verwerken, wat hij heeft naar aanleiding van de relaties met de vrouwen in zijn leven, voornamelijk belangrijke vrouwen in zijn leven. En dat hij ook veel meer naar zijn intuïtie mag gaan luisteren om toekomstige teleurstellingen te voorkomen. Ik voel dat er iets is met een teleurstelling in de connectie of in zijn leven of jullie beiden naar elkaar toe. Wat ervoor zorgt dat hij ja, zich niet helemaal tot nu toe heeft durven geven, zich durven openstellen voor de connectie. Hij mag veel meer gaan leren luisteren naar zijn intuïtie. Maar hij is zich nu wel aan het herinneren wie jij bent. Dus dat is in ieder geval prettig. Alleen er zit voor hem nog iets op wat hij mag helen. Wat te maken heeft met de vrouwen in zijn leven. En ik denk dat het met name te maken heeft met mama-trauma. Maar goed, of zijn vorige relatie. Waar hij net uitkwam of nog steeds middenin zit. Nogmaals, als hij niet in een relatie zit en dat niet van jou van toepassing is, dan gaat het dat hij van een teleurstelling mag helen en dat hij ook veel meer van zijn of naar zijn intuïtie mag gaan luisteren en dat dat eigenlijk ja, wat meer in balans mag komen. Dus veel minder bezig zijn met het aardse en veel meer gaan investeren in het intuïtieve. Ik voel ook voor een aantal van jullie dat je tweelingziel voelt zich enorm in de steek gelaten door jou. Dat is de huidige situatie. Hij denkt dat jij verder bent gegaan, terwijl dat niet zo is. En het heeft te maken met het feit hoe jij je opstelt. Je stelt je nogal afstandelijk op, want je hebt waarschijnlijk een beslissing genomen dat je hier geen zin meer in hebt. Of je gaat niet meer zo investeren zoals je dat voorheen deed. En dat zorgt ervoor dat hij niet goed kan inschatten of jij nog wel ja, open staat voor de connectie. Of je nog wil investeren in deze connectie. Waarom ligt de devil hier? Waarom is de devil hier? Mag ik één kaart alsjeblieft? Waarom ligt de devil hier op hoe hij of zij zich voelt ten opzichte van jou? Waarom ligt de devil card hier? Mag ik één kaart alsjeblieft? Oh, computer ging maar uit. Mag ik één kaart alsjeblieft? De devil card. Weer twee kaarten. De drie van staven met de dood. Oef, de drie van staven met de dood. De drie van staven gaat over de toekomst. En de dood is letterlijk een einde aan iets. Dus ja, hoe voelt hij zich ten opzichte van jou?
Dit kan zijn wedergeboorte. Kijk het naar de toekomst toe. Hij voelt zich letterlijk, maar ook letterlijk. Dat hij aan jou vastzit. Dat hij niet zonder jou kan. Dat hij niet, dat hij niet zo goed weet van hoe zijn leven zou zijn zonder jou. Dit kan trouwens ook een hele ongezonde afhankelijkheid zijn naar elkaar toe. Aan de andere kant is dit ook de kaart van echt gewoon obsessief bezig zijn met iemand. Is non-stop aan je denken. Dat is trouwens een steenbok. Je kan te maken hebben met steenbok. Dat is de kaart van schorpioen. Je kan te maken hebben met een schorpioen. Verder ligt hier ook nog de schorpioen of waterteken, een vis, kreeft. En daaronder ligt Temperance, dus volgens mij een boogschutter. Maar goed, maakt niet uit. Dat hoeft niet per se, je tweelingziel hoeft niet per se dat sterrenbeeldteken te zijn. Maar het is gewoon, ja, hij voelt zich enorm aangetrokken tot jou. Hij denkt ook over de toekomst. Hoe gaat de toekomst zijn met jou? En aan de andere kant heeft hij ook angst voor een nieuw begin, omdat de connectie nogal heftig is. Dus er ligt iets positiefs, maar er ligt ook wel iets van angst op deze connectie. De onderkant dek is de Ace of Swords. Oh my god. Ja, dat is, hij wil gewoon helderheid en duidelijkheid. En misschien heeft dat ook te maken met het feit dat jij je op een bepaalde manier opstelt, dat hij niet zo goed weet wat hij aan jou heeft op dit moment. Dus hij is aan de ene kant ook bang om weer teleurgesteld te raken in de liefde. En daarom is hij ook heel erg op zoek naar helderheid en duidelijkheid. Hoe denkt hij over jou in de situatie? Ja, hij is aan het nadenken, hij is aan het reflecteren, hij is aan het bekijken van wat is er allemaal? En hoe is het allemaal tot nu toe gegaan? Wauw, de Eight of Pentacles. Dus hij wil echt wel investeren. Dat is gewoon zo. Onderkant dek is wel weer de Five of Wands. Hè? Dat is weer dat hij in conflict is. Gaat van een 7 naar een 8 van Pentakels. Dus hij wil echt wel investeren. Alleen doordat er hier een teleurstelling al ligt op iets wat er is gebeurd in het verleden. En hij niet zo goed weet wat hij aan jou heeft. En toch wel angst heeft over dat het misschien weer op niks uit zal lopen. Ja, is hij erover aan het nadenken. Maar hij wil wel investeren. Alleen hij kan te maken hebben of met mensen die zich ermee bemoeien. Of hij voelt zich niet helemaal in alignment met dit besluit. Hij vindt het moeilijk om in overgave te gaan. Oké? Okay? Dat is dus deze kaart ook. De crossroads waar hij zich op bevindt. Want hij moet een keuze gaan maken. En een beslissing nemen. Dus er is nog wat te doen. De King of Cups. Waarom ligt de King of Cups in de positie van wat hij wil met de connectie? Oh, weer twee. Waarom krijg ik steeds twee kaarten? Oké. Okay. De beker schildknaap ligt op zijn kop. En de acht van zwaarden. Ja, kijk, dat is wat ik ook voelde. Met de twee van zwaarden. Ja, tuurlijk. Het begon allemaal heel mooi. Maar dan komen we hierop uit. Ja, hij is daar nog niet helemaal over uit. Hij wil het wel graag. Maar hij weet niet hoe. En het ligt onder de kaart van de teleurstelling. Dus hij weet niet hoe. Hij weet gewoon niet hoe. Hij wil het nieuw begin. Maar het zit hem ook een beetje van hoog van hoe dan? Want wat ik al zei, hè, of in het begin al zei, hij zal er dingen voor moeten gaan opgeven. En de vraag is, gaat hij dat willen doen? Gaat hij dat nu ook kunnen doen? Nogmaals, niet iedereen heeft de ballen, zeg ik altijd, om ergens voor te kiezen en ervoor te gaan, ongeacht wat je ook op je pad tegenkomt. Niet iedereen, hè, en er is geen goed of fout, ik veroordeel niemand, hè. Maar niet iedereen kan dat, durft dat, doet dat. Vooral als er heel veel op het spel staat. Oké, wat mag jij niet weten is de drie van bekers. Of nee, sorry, wat houdt hem tegen is de drie van bekers. Waarom ligt de drie van bekers hier? Met de vijf van zwaarden. Ja, er is gewoon conflict. En daaronder ligt de Ace of Pentacles. Voor een aantal is dit druk van familie,
Vooral als hij een familiebedrijf heeft of iets van financiële verstrengeling is met de familie. Aan de andere kant kan het gewoon zijn de druk van familie en vrienden, wat ervoor zorgt dat hij toch wel een beetje confused is over wat te doen. Het kan zijn te maken hebben met zijn levensstijl, dat op dit moment nogal een beetje uitbundig is, dus dat hij heel veel afleiding heeft. Aan de andere kant kan het ook zijn dat hij gewoon in een relatie zit en niet helemaal open en eerlijk naar jou toe is geweest over de aard van de relatie, of dat hij nog überhaupt, dus dat hij nog in een relatie zit. Hoe dan ook gaat het over dat er niet zaken helemaal. Het is allemaal niet wat het lijkt, laat ik het zo zeggen. En dat is gewoon wat hem tegenhoudt. Het is weer de kaart van conflict. Het heeft hij hier, het heeft hij hier ook. En het heeft echt al te maken met invloeden van buitenaf, wat een grote rol speelt op zijn besluitvorming om wel of niet bij jou te zijn. Wat je niet mag weten is de zeven van staven. Waarom ligt de zeven van staven hier? Weer de drie van bekers. Ja, kijk eens aan. Hij neemt het ook op voor die mensen die hem beïnvloeden. Het kan ook zijn, hè, dat de drie van bekers kan natuurlijk ook over overmatig gebruik van alcohol. Dus het kan best zijn dat jouw tweelingziel gewoon een tweede leven leidt, als het ware. En dat hij dat niet aan jou wil laten weten. Dat je dat niet van hem mag weten, omdat hij of zij bang is dat je hem dan gaat veroordelen. Hij is ook nog niet klaar om dit los te laten, wat het ook is. Hè? Want voor iedereen is het natuurlijk iets anders. Kijk eens aan, de toren ligt onderkant dek. Voor iedereen is het natuurlijk anders. Iedereen zit in een andere tijdlijn. Maar dit is een beetje wat ik voel, dat ik net zei, een hele rare energie. Natuurlijk is het heel vervelend, want ik denk, weet je, het zijn zulke positieve kaarten. Ik hoop natuurlijk positief bericht te kunnen geven. Maar hoe je het went of keert, we zitten allemaal in verschillende timelijnen. En wat ik net ook al zei in het begin, hè, sommige van de tweelingzielen die gaan echt wel in de weerstand. Dat is die innerlijke weerstand, die twee rotsen of die tegen elkaar aanketsen. En dat vuur wat je dan krijgt, wat veroorzaakt. Wat gewoon turmoil, hoe noem je dat? Trammelant als het ware, innerlijke trammelant veroorzaakt bij jouw tweelingziel. En het vervelende is dat jouw tweelingziel, als het dan resoneert. Ja, hij kan dit niet loslaten. Het is alsof hij dat ook nog eens een keer ervoor gaat. Hè? Hij gaat het ook nog in de verdediging, als het ware. Want dat is zijn wereld. Dat is gewoon zonde. Dus dit is met name voor de tweelingzielen die heel erg op 3D zitten. Die het moeilijk vinden om nog naar een hogere level te gaan. En dat is dus dan ook de reden waar hij bang voor is. Of zijn grootste verlangen bedoel ik. Is dat grootste verlangen? Ja. Nee, waar hij bang voor is, sorry. Dat is deze kaart. Dat is een nieuw. Hij voelt aan alles dat jij de ware bent. En dat jij de persoon bent met wie die moet zijn. Alleen ja, dat betekent iets opgeven. En waarschijnlijk is het heel veel opgeven. Waarschijnlijk is het uit een relatie stappen. Of tegen de familie ingaan. Ja. Tegen de vrienden ingaan, de macht van de groep. Dit is echt typisch wat weegt zwaarder, de macht van de groep. En het kan ook nog eens een keer te maken hebben, als het niks te maken heeft met mensen om hem heen, dat hij of zij bijvoorbeeld of mentaal issues heeft. Hè? Sinds die is je tweelingziel depressief. Hij heeft een verslaving. En dat mag jij niet weten, want hij weet dan zeker dat jij dan helemaal niet voor hem zou kiezen. Of dat denkt hij. Voor iedereen is natuurlijk een ander scenario, maar mocht het met je resoneren, weet wel van, dit is weer zo'n klassieke legging als het gaat van hoofd en hart niet op één lijn. Ja, heel vervelend. Oké, waarom ligt de aas van bekers hier in waar hij bang voor is? Op de positie van waar hij bang voor is. Waarom ligt de aas van bekers hier? Mag ik één kaart alsjeblieft? Waarom ligt de aas van bekers hier? Zelfs mijn kaarten moeten erover nadenken. Die snappen het ook niet. Kijk, de negen van staven. Met de schildknaap van munten. Dus ja, ergens is er echt wel een verlangen.
voor een nieuw begin. Hij is bang voor dat hij heel hard moet gaan werken. Voor een nieuw begin. Dat hij nog meer moet gaan geven. En eigenlijk is hij best wel moe. Heeft hij al heel veel gestreden. Heeft hij al heel veel gedaan. Waarschijnlijk niet met jou, maar in zijn andere relaties. En dus hij is denk ik bang dat het gewoon keihard werken wordt, deze connectie. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat hij ziet en alles. Dat jij op een heel andere level zit dan de meeste vrouwen met wie hij te maken heeft gehad. Of zijn huidige relatie waar hij nu in zit. Dus voor hem, he must step up his game. Of voor haar. En dat nogmaals, dames en heren, is niet voor iedereen weggelegd om dat zomaar te doen. Hij vraagt zich ook af of hij dit gaat overleven, die connectie met jou. Het is nog steeds allemaal heel intens. En vooral als je tweelingziel veel meer op 3D zit, dan is deze connectie gewoon heel heftig. Ik heb ook het gevoel dat hij denkt dat jij over hem heen gaat walsen. Ja. We gaan verder kijken. Waarom ligt de koningin van zwaarden hier? En dat is de grootste verlangen. Dus kijk, twee. Kijk. De 6 van beker met de 5 van beker. Nou, hoe wil je het hebben? Oké, okay. Je hebt sowieso 3-5 hier liggen. 5-5-5-5 is een verandering. Een major verandering. Dus het meeste getal 5-5-5 ligt hier. Een major verandering. Het meeste getal 88 ligt hier ook. 33 ligt hier. Dus even kijken, wat is dat? Maar vooral 555. Nee, 333 en 555 zie ik hier en 88. Oké? Oké. Dit heeft te maken met aan jou denken. Aan vroeger denken. Mooie herinneringen. Het kan ook zijn dat iemand terugkomt in je leven. En de 5 van bekers is een teleurstelling. Dus, en die ligt hier dus ook al. Hè? Daar zijn we mee begonnen. Zijn grootste verlangen is dus om afscheid te nemen. Van verdriet. Van alles wat hem pijn doet. En dat het allemaal teruggaat naar hoe het was in de beginnen tussen jullie. Dat is zijn grootste verlangen. Dat is wat hij graag wil. Tenzij die kinderen met je wil, dat kan ook hebben. Dat kan, hè, dat kan het ook over gaan, bedoel ik. Maar hij wil dus afscheid nemen, kort ermee te maken met de pijn, de verdriet die hij voelt. Omdat hij niet met jou kan zijn. En teruggaan naar hoe het in het begin was tussen jullie. Maar goed, dan moet de meneer wel actie ondernemen. Of mevrouw. Uitkomst van de reading is de koning van pentakels. Dus dat is toch wel een wat meer stabielere periode. Ik neem even een stokje hoor. Stabiliteit. Waarom ligt de... Natuurlijk, de koning van pentakels hier. Kijk, met de Knight of Wands. En de onderkant dek is de 4 van beker. Ik wil even nog één kaart op die Knight of Wands. Waarom ligt de Knight of Wands hier? Mag ik één kaart voor de... Oh, waarom zoveel? Ja. 10 van staan, een heleboel, veel te veel. De geliefde zag ik ook. Oké. Waarom ligt de Knight of Wands hier? Eén kaart alsjeblieft. Eén kaart alsjeblieft. Tuurlijk. Ik ben lekker bezig vandaag, joh. Wie met de Queen of Wands en de Temperance. Kijk, we zijn daarmee begonnen en we eindigen er ook mee. Fantastisch eigenlijk, hè. En de Seven of Wands. Dus die hebben we hier ook en die hebben we daar ook liggen. Oké, we gaan even kijken. De Queen of Wands met de Knight of Wands met de Queen of Wands en de Temperance. Dus dit is dus die kaart waar we mee zijn begonnen. Hè? Dat is deze kaart. Daar eindigen we dus ook mee. Oh, daar eindigen we dus ook mee. Wat is dus de koning van Pentakels? Is stabiliteit. Het is vastigheid. Dat is ook een heel mooi nieuw begin. Het gaat over het materiële dit. Hè? Maar vooral dus dat alles stabiel is en alles goed op orde is. En waarschijnlijk wil hij dat zijn. Hij wil de
King of Pentacles voor jou zijn. Dus iemand die jou stabiliteit biedt. Iemand die jou iets kan aanbieden. Daarnaast ligt daar de Nine of Wands. En de Nine of Wands kan zijn player energie, maar dat voel ik niet. Het is meer de energie van actie ondernemen. Actie ondernemen richting zijn Queen of Wands. Dat ben jij. Hè? Hij vindt jou ook echt een Queen of Wands. Hij vindt jou dus heel aantrekkelijk, heel mooi. Maar goed, wel weer vanuit balans. Wel weer vanuit... ja, dat alles in harmonie is. Dus de uitkomst van deze reading is dat ik denk dat een aantal van jullie contact gaan hebben met jullie tweelingziel, voor zover dat dan al niet is gebeurd. Waarbij jullie met elkaar het gesprek aangaan om te kijken van, goh, hoe kunnen jullie toch nog wat meer stappen maken richting iets wat meer solides. Iets wat meer stabiel is, wat meer vastigheid heeft en zekerheid. Want ondanks dat hij de druk voelt van buitenaf, of het moeilijk vindt om voor de connectie, voor de liefde te kiezen, is het verlangen wel heel sterk aanwezig in hem. Ja? The wheel ligt hier. En changes, 3 keer 5 ligt hier. En the fool, met andere woorden, er is een nieuw begin. En het universum gaat jullie daarin helpen. Jullie krijgen hulp van het universum. The wheel vind ik altijd een hele, ja, toch een spirituele kaart. Het rad gaat draaien. Het tij gaat keren. Er gaat iets anders zijn dan wat hiervoor was. The changes. Hier heb je geen invloed op. Hij dus ook niet. Of hij nou wil of niet, er gaat een verandering plaatsvinden. En die verandering brengt een nieuw begin teweeg in jullie relatie. Oké? Goed. Ik heb gekeken naar wat advieskaarten en honesty kwam eruit. Kijk eens aan. Die vind ik heel mooi aansluiten op vooral zijn proces. Want hij moet nu eerlijk gaan zijn naar jou. In wat hij wil. Maar jij moet ook eerlijk zijn naar hem. Dat je dit niet meer wenst. Dat je nu ook echt wil dat hij een keuze gaat maken. En anders, ja, dat jij ook gewoon eerlijk gaat kijken naar je eigen leven. En hoe je jezelf je leven wilt gaan inrichten, voor zover je dat niet hebt gedaan. Love, compassion and truth will heal the present situation. Be honest with yourself. Discover what it is that you truly desire. Then speak your truth clearly. Always speak with love and compassion and know that the truth will never harm anyone when spoken from a place of love. Nou, dat geldt voor jullie beiden. Maar ik voel ook heel sterk dat dat voor hem geldt. De tweede kaart is Divine Will. Nou, daar hebben we het net over gehad, hè. Het wiel gaat draaien. Your life is unfolding in accordance with the divine will of your soul. Trust, let go of fear and apprehension. You are protected and eternally blessed. Have patience. All manifests in perfect timing. Dit is ook de Temperance kaart. Dit is ook de Temperance kaart met de engel van God. Alles gebeurt op divine timing. Maar goed, je kan divine timing een handje helpen door ja, aan de slag te gaan met jezelf. Vooral aan jezelf werken. Investeren in zelfliefde. Investeren in de hoge vibratie. Zodat je tweelingziel ook dat gaat merken en voelen. En daarin help je hem of haar ook weer om ja, toch wel andere beslissingen te nemen. Silver vibrations. Kijk eens aan. Zilveren licht. Your vibration is being raised to a higher level. You may be feeling that you are in this world, but somehow not of this world. This is the magic of creation at work in your life. As silver starlight enters your aura, your energy field is strengthened, giving you a clear connection to spirit and revealing the greater purpose of life. Nou ja, wat ik net ook zei is van, weet je, connect wat meer met de engelen. Connect wat meer met de creator. Connect wat meer met het licht. Met je eigen licht. En werk aan je heling. Werk aan het verhogen van je vibratie. Want dat komt jullie connectie sowieso ten goede. Tot slot. Responsibility. Vind ik ook heel mooi aansluiten hierop. Dan komt-ie.
Do what feels right for you above all else. It's impossible to please all parties in the present situation. You have responsibility only for your own life and actions. Others must take responsibility for themselves. En dat geldt echt in de tweelingzielenconnectie. Jij kan niet voor je tweelingziel bepalen wat hij of zij moet doen. Je kan hem alleen maar helpen door aan jezelf te werken, zodat er een shift plaatsvindt in de energie van jullie connectie. Je kan hem of haar niet dwingen. Hij of zij moet zelf actie ondernemen. En ik denk ook wel dat een heleboel van de tweelingzielen dat gaan doen. Maar houd wel rekening mee, het zijn baby steps die ze gaan nemen. Dus waar jij zoiets hebt van, nou, het kan wat mij betreft 10 keer sneller gaan, hebben zij al 1 hele grote stap gemaakt. Houd dus rekening met het feit dat jouw tijdspanne iets anders is dan die van je tweelingziel. Dat neemt niet weg als je het gevoel hebt van, goh, ik moet verder gaan met mijn leven. Ik mag me veel meer op mezelf gaan focussen. Doe dat ook vooral, want hoe je het went of keert, er gaat toch wel een moment komen dat jullie bij elkaar komen. En ja, als jij dan tijdelijk in een andere relatie zit, dan is dat ook zo, want dan hoort dat wil bij jouw pad. Dat is die divine will. Hè? Alles gebeurt volgens een bepaalde rangorde en volgorde. En dat is ook de wheel. Hè? Als het dus in de lijn ligt dat jij nu iemand moet ontmoeten om een tijdelijke, noem ik het maar even, een nieuw leven mee op te bouwen, dan is dat zo. Heb daar geen spijt van of denk van, oh nee, dan is dat zo. Dat is divinely guided, want ook jij hebt wat te leren. Tot slot de boodschappen die ik altijd trek van het hart. Wauw, wachten is de eerste kaart. Niets forceren, laat de natuur haar eigen weg gaan. Nou ja, dat is natuurlijk aan jou wat je wilt, hè? Maar laat de natuur haar eigen weg gaan. Dat is de divine will. Tweelingziel. Je tweelingziel is in de geest al met je samen. Wees daar maar van overtuigd. Dus het maakt niet uit of je naar het maakt niet uit of je eerst naar rechts gaat en dan naar links. Jullie zijn altijd samen. Onthoud dat ook. Jullie zijn altijd één. Deze vind ik ook heel mooi. Kijk in je eigen innerlijk. Onderzoek hoe het komt dat jij je zo voelt. Ik heb daar vandaag ook een post van gedaan. Of gemaakt en gepost. Oh, ik heb echt spraakgebrek. Ik heb vandaag daar ook over gepost op Instagram. Als je me nog niet op Instagram volgt, volg me ook daar. Al mijn gegevens, hoe je mij kunt volgen, vind je onder deze video. En deze. Er wordt meer van je gehouden dan je ooit zal beseffen. Denk er altijd aan. Ik hou van jou. Ah, super lief vind ik dat. Wauw. Romantiek. Cupido's spel treft zijn doel. Ik denk echt dat een heleboel van jullie contact gaan hebben met jullie tweelingziel. Of nader tot elkaar gaan komen. Dat jullie connectie toch wel een hele mooie ontwikkeling gaat zijn voor de komende maanden. Want al mijn readings zijn tijdloos, zoals je hebt gemerkt. Dus het kan best zijn dat ik het nu vertel, dat pas over een paar maanden gebeurt. En sommige al de dag daarna. Ik heb wel eens readings gehouden, dan kreeg ik een berichtje van iemand dat die diezelfde avond nog contact heb gehad. Dus dat vind ik altijd hartstikke mooi. Maar goed, dat geldt niet voor iedereen. Mysterie. Op de juiste tijd zal alles aan je geopenbaard worden. Laat het mysterie zich in alle rust ontwikkelen. Nou ja, nogmaals, divine timing. En er wordt ook aan jou gevraagd om in overgave te gaan. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En ik wens je een hele mooie tweelingzielenconnectie. En tot de volgende tweelingzielenreading.